Tijd voor muziek. Wie houdt van jou? Na 5 jaar afwezigheid hebben ze vorige week hun comeback aangekondigd. Uw applaus voor Bouvier X en Kefster van de boysband Meeuw. Ra, 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 wie zit je graag? Wie heeft zijn hart verloren? Ik vraag, 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 morgen of vandaag, zal ik jou ooit bekoren? Welkom Bouvier X en Kefster. Ja, ik neem aan dat niet jullie echte namen zijn. Nee. Kevin is mijn echte naam, maar ja, je mag Kefster zeggen natuurlijk. Of de Kefboy of de Kefdude of de Kefikef. Daar kiest je zelf in, hè, Mark. En Bouvier X? Ja, mijn ouders hadden graag een hondje gehad, maar ze moesten kiezen bij mijn geboorte. Voor alle duidelijkheid, de groep Meeuw is jullie een nieuwe groep, of beter gezegd, is de nieuwe naam van jullie oude groep Albatros. Ja, het is eigenlijk de oude groep Albatros, die de mensen waarschijnlijk nog kennen, maar inderdaad, ondertussen hebben we de naam omgevormd. Waarom? Dat is een praktische reden eigenlijk, meer door een toedoen van de Bouvier. Hij heeft de spraakgebrek. Ja, ik heb problemen met de R. Met de R. Ja. Zit er een diepere betekenis achter de groepsnaam Meeuw? Ja, natuurlijk. Dus als je goed kijkt naar een meeuw, dan zit je duidelijk. Het is eigenlijk een soort van mini-albatros eigenlijk. Hè. Dus als je een meeuw ziet vliegen, dan denk je eigenlijk, oh, het is een albatros, maar in de verte of in de hoogte. Het is een soort van symboliek van dat we als groep gestegen zijn eigenlijk. Wat we eigenlijk als groep meeuw zijn. Dus meer zijn. Meeuw en beter eigenlijk. Hè. Nee. Meeuw. Bouvier, jij hebt een wel erg vreemd ongelukje gehad. Wat is er precies gebeurd? Ja, dat was in 2001. We stonden al weken op nummer 1 met onze grote hit Wa Wa Wa, wie zit je graag? Ra Ra Ra, wie zit je graag? Ja, ik zeg het. En we waren in het Swingpaleis aanwezig en bij de knieval is het misgegaan. Wat is de knieval? Ja, de knieval. Ja. Dus, dat is eigenlijk een standaard beweging in de boysband repertoire, waarbij je dus een knieval maakt en enfin, ik heb mijn tong afgebeten. Ja. Laten we even kijken wat er toen is gebeurd. De groep Meeuw, toen nog Albatros dus, in het Swingpaleis van Felice, toen nog bij de VRT. We willen de gevoelige kijkers waarschuwen dat ook Peter van Asbroek in beeld komt. Ja. En ondanks hun bijzonder drukke agenda's zijn ze er nog maar eens. Hun cd's verkopen als zoete broodjes. Ze zijn de revelatie van het jaar. Hier is Albatros met Rara, wie ziet je graag? Wie ziet je graag? Zie de tieners de R een beetje een probleem. Ja, ja. Dan kunnen ze dat niet opereren, een stukje tong aanzetten ofzo? Ja, we hebben dat geprobeerd, maar ze zeiden in de kliniek dat je die tong effectief in je mond moest nemen. Die vloer dacht daar heel vuil, dus dat had ik al geen zin in. Maar effectief, de fans hebben ook aangeboden voor van hen zelf een stuk tong aan de Bouvier af te staan. Ja. Maar fijn, we vonden dat eigenlijk ook niet ethisch verantwoord. We hebben ook al die stukken teruggestuurd ook. Enfin, je kunt dat niet maken. En logopedie, is dat geen oplossing? Het kan, maar het is wel moeilijk. We hebben het een tijdje geprobeerd. Ik ben een tijdje met hulpstukken ook in de weer geweest. Maar ja, dat is moeilijk, dat is niet natuurlijk.
Ja. Ja, we hebben een fragmentje gevonden uit de Rode Loper waarin te zien is en vooral te horen dat je met een hulpstukje werkt. Ja, met de watel. Een ratel. Met de ratel, ja. Ja. We dachten, wat maakte het meest het geluid van de ui? Dus we dachten, de watel. Ja. Een echt succes was het niet. Boefie X, je bent terug na je verblijf in het ziekenhuis. Ben je tevreden? Ja, echt enorm. Als ik zie op de kant reageren, fantastisch. Hè? Boefie, zijn er plannen voor een nieuwe cd met Albatros? We denken in die richting met Albatros, maar afwachten. Boefie, als laatste nog een boodschap voor de fans eventueel? Say no to the us, kid. Die ratel gebruik je niet meer. Nee. Ja. Het probleem was ook dat was te stigmatiserend ook voor de Bouvier. Ja. Om die denken de mensen dat het een melaatje is. Ondertussen is het natuurlijk wel 5 jaar stil geweest rond Albatros. Wat hebben jullie in die tussentijd gedaan, Bouvier? Ik ben een tijdje stockmanager geweest bij de Maxi GB. De rekken vullen? Ja. Doe je dat nu nog altijd? Ja, nee. Kijk, het probleem was, in 2001 was Maxi GB dan overgenomen door Carrefour en ik ben moeten stoppen. En jij, Kefster? Ja, ik heb me altijd in de showbiz blijven voortdoen. Ik was eerst van plan om een talkshow te presenteren. Ik was iets Ruby Wex-achtig doen, maar dat zat er niet direct in, ook de eerste jaren. En dan heb ik eigenlijk zo meer me geconcentreerd op het quizgebeuren eigenlijk. Hoe bedoel je? Ja, ik presenteer Hutsepot en Ramelaar. Ja, dat is zo'n telefoonspelletje s'nachts. Ja, dat is interessant. Laten we eens kijken naar een fragment. Kefster heel laat s'nachts in Hutsepot en Ramelaar. Ik is nog steeds Hutsepot en Ramelaar. Als u er nu terug bij komt, u kan altijd winnen, want we hebben een nieuw woord. Een nieuw woord van 5 letters. En we spelen met de tip soep. 5 letters soep. Dat kan van alles zijn. Dat kan water zijn, dat kan koken zijn, dat kan lepel of... Of geen lepel, we kijken naar de lettercombinatie. L-E-P-E-L. Kan inderdaad soep. Wie weet, wat wordt het woord? Dit worden 10 lange minuten voor mij om te vullen, dat is zeker. En u kan de €500 winnen, want het is nu... Het is 10 na 2, midden in de nacht. Wie is er dan nog wakker? Mensen die nachtshift doen bijvoorbeeld, of marginalen. Als u een marginaal bent, dan kan u deze €500 heel goed gebruiken. €500, bedenk eens, wat kan je allemaal doen met €500? Uw telefoonrekening betalen bijvoorbeeld. Telefoonrekeningen zijn heel duur, vooral als u meedoet aan dit spelletje. L-E-P-E-L, de typische soep. Zeg, alsjeblieft. Maar Christophe, het staat er gewoon, lepel. Ik lacht je kijker uit, zeg. Jij en Bouvier X hebben elkaar eigenlijk teruggevonden dankzij dat telefoonspelletje. Ja, hoe is dat gegaan? Wel ja, dat was ook 's nachts. Ik zat te kijken en ik zag het onmiddellijk en ik dacht van, ik bel. Hey. Ik had hem ook direct herkend en je merkt dat ook. Ik weet niet of je het fragment hebt, maar die vriendschap, dat spatte van het scherm. Ja, dat was echt die verbondenheid ook onmiddellijk terug. Je voelde dat op dat moment van, dit gaan ze zeker nog eens gebruiken in het archief van 30 jaar VT4 of zo. Oké, zo lang gaan we er niet op wachten. Laten we maar meteen naar het fragment kijken. 3, 2, 1, 0. De lijnen zijn gesloten en hebben we een beller? Hallo? Hallo, we hebben een beller. Dag Kepste. Ja, hallo. Weet u het woord? Ja, waketlandseeuwde. Waket van Zeeuwde. Moet even kijken of het woord Waket van Zeeuwde is. Met een ui. Oh god, ja. Met een ui? Ja. Nee, dat ken ik niet. Het is Bouvier, Kefster. Nee, Bouvier is het ook niet. Ook niet. Waket van Zeeuwde. Kefster, het is Bouvier. Bouvier X? Bouvier, zit jij daar? Kefster, hoe is het? Oh, maar allee. Goed, nu. Ja, goed bezig. Ja, merci, jij ook, ja? Ja, zeg. Ja, maar het was inderdaad, mensen, we zochten inderdaad het woord waket van Zeeuwde. Proficiat, Bouvier. Je wint €500. Ja. Hé, Sam. Ja, 500, goed, maar... Makkes. Ja, goed, dat is goed, Bouvier. Maar zeg, maar je gaat best afleggen, man. Bel ik naar mijn gsm? Bel ik terug naar mijn gsm? Oké, dat gaat die anders aan zich veel geld kosten, hè. Dat is goed. Ja. Zeg, doe de groeten naar Ronnie, hè. Ja, Ronnie zegt hallo. Wat? Hij zegt hallo. Ah, het is goed. Inderdaad, het woord was waket van Zeeuwde. €500, we gaan naar Bouvier X van Albatros. Het was niet de eerste keer dat jullie terug zijn samengekomen toen. Nee, we waren ook al, we waren al een paar keer gesplitst. Ja, 4 keer? 4, 5 keer, ik weet het niet goed meer. Maar dus eigenlijk... Ja, maar 1 keer wat we ruzie hadden eigenlijk. Ja. Dat was tamelijk in het begin. Onze best-of-cd was net uit. Enfin,
was eigenlijk gewoon onze eerste cd, maar in een andere volgorde. Maar we zijn toen een dag of vijf? Ja, vijf of zo. Split, ja. Maar dan samengekomen. Dan zijn we terug samengekomen echt in een prachtig concert in het Sportpaleis. Dat was ja, een reunieconcert. Nee, concert van Clouseau eigenlijk. Ja. Wij waren dat allemaal. En, enfin, ja. Op een bepaald moment hebben jullie zich, of werden jullie eigenlijk geout? Als hetero's? Ja. Ja. Hoe ging dat? Maar ja, de P-magazine vond het dus nodig van ons te outen als hetero's, terwijl wij duidelijk geen hetero's zijn. Maar waarom is dat erg, ja, geout worden als hetero? Kijk, Mark, het zit zo. Onze fans zien in ons geen sekssymbool. Nee. Bedoel, maar wij zien ons meer als een soort goede vriendinnen eigenlijk. Want de meeste van onze nummers gaan ook gewoon over modetips en een goed gesprek. Dus het is belangrijk dat ze in ons gewoon... Wij moeten homoseksueel zijn. Ik ga nu wel toegeven, ik heb ooit eens mijn vrouw gevreemd. Maar ja, je kent dat, je bent jong, je hebt wat gedronken en zo. En enfin, ja, het was in haar gattenstijl niet. Dat is... Ja, ik zit dat hier net. Dat is zo typisch dat die dan homo willen zijn om dan in de media te kunnen dingen doen. Maar je gaat het met hem maken. Wel, iedereen, je weet dat allemaal, iedereen in televisie, dat zijn allemaal homo's. Dat is wel eerlijk, Martijn hier, dat is zeker. Dat is echt een homo, hè? Het is er al niet een tijd om in had te komen. Alleen maar kijk, ik heb alle jongen. Helemaal uw wang uit mijn broek en steek daar rap in het gat van uw rondvrienden. Kom op voor je rechten, Martijn. Martijn. Jesus. Bouvier X en Kevster, jullie hebben een nieuwe CD opgenomen en daar is iets zeer bijzonders aan. Wel, ja, het is speciaal voor het gebrek van Bouvier hebben we een volledige cd laten herschrijven zonder R'en eigenlijk. Alle teksten zonder R'en. Ja. Hij heet Zonde. Is dat niet een beetje zonde, zo'n titel? Ja, maar je moet luisteren, maar het is niet zonde. Je moet het is eigenlijk zonde. Dus zonde R. Zonde. Ah, ja. Zonder R. Ja. Even denken. Dus even denken, ja. Hoe begin je eigenlijk aan een cd zonder R'en? Ja, het zijn natuurlijk ook de grote hits die we geremasterd hebben. De Rarara hebben we geremasterd. Mm-hmm. En ook veel covers die we gebracht hebben eigenlijk. Hè. Er is ook een grote tournee gekoppeld aan de release van jullie album. Mm-hmm. Zitten jullie nu volop in de optredens? Nee. Maart en april gaan we nog wel afwachten. Maar mei, juni, juli, augustus, dat zijn mijn maanden. Hè. Vanaf de herfst gaan we dan terug wat dimmen. Jullie brengen met de laatste showband een nummer uit de cd. Wat zal het worden? Ja, dus de grote hit Rarara, we zien je graag. Okay. Mag ik jullie vragen om naar het podium te vertrekken? Heer. Hier zijn Meeuw en de laatste showband met Gis, Gis, Gis. Wie houdt van jou?